goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. Tijd om Rosa fruit te geven. Bella, vind je Rosa eng? Verkouden. Die wil eigenlijk niet veel anders dan bij me op schoot zitten en oogjes kijken. Ik heb nog eens genoten. Hele goedemorgen. Het is dinsdag vandaag en het is nog heel erg vroeg, zoals jullie zien. Maar het is nu ook donker, omdat natuurlijk het uur naar voren is gegaan. Dus ik zie net de zon een beetje opkomen daar. Ik ga even snel mijn ontbijt opeten. En dat had in havermout en koffie. Maar ik zal het ook even laten zien als bewijs. Dat zou ik doen, natuurlijk, in de trant van proberen gezonder te eten en afvallen en zo. Dus ik draai even de camera en ik laat zien wat ik aan het eten ben. Havermoutje en dat wat bruinige is kaneel wat jullie erop zien. Het is onscherp. Hij maakt het niet scherp omdat het heel donker is. Maar goed, havermout en koffie. En ik ga zo Rosa ophalen en dan met haar de dag beleven. Na school haal ik natuurlijk de andere twee kindjes op. Dus ja, het is weer een dag met de kindjes. En inmiddels weer terug met Rosa. Tijd om Rosa fruit te geven. Yay! Ze zit helemaal onderuit gezakt. Ja, ik heb er niet zoveel zin in. Het is niet helemaal lekker vandaag. Heel erg verkouden. Verkouden en zo. Dus nee, het is even niks leuk, hè. Dus, ik ga even Rosa fruit geven. Bella, vind je Rosa eng? Ze komt achter je aan, hè. Ja, ze blijft niet meer zo goed op de mat. Rosa. 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 Bella lag eerst op het kleed, zeg maar. En die lag zo te kijken hoe Rosa langzaamaan dichterbij kwam. En toen is ze maar gaan zitten. Zo van, dit wil ik echt niet gewoon. Dat vind ik eng. Bella, nee. Bella vindt het echt heel erg eng. Opeens iemand die ook over de grond zomaar eraan kan komen. Ja, dat is Rosa. Die begint toch echt wel vooruit te komen nu. Rosa is even in bed. Net Michelle even samen opgehaald van school. En nu is Rosa in bed. Flesje op, broodje. Nee, dat is er geen zin in. Dus ze heeft het flesje op. En ja, ze is heel erg verkouden. Dus ik denk dat ze dan liever flesjes heeft of zo. Nou, ze heeft flesje op. Ik laat even mijn lunch zien. Onder het mom van gezonde eten. Broodje met oude kaas. Dus grof volkoren trouwens. Eentje met kipfilet. En een kopje thee. En weer een vlog gemonteerd. En dat samen met Rosa hier. Die is ontzettend verkouden. Die wil eigenlijk niet veel anders dan bij me op schoot zitten. En vlogjes kijken. Op de bank zitten wil ze dus ook niet. Kijk. Oh, net haar neus even gespreid en zo. En met zo'n plopding leeggemaakt. Maar nog zit het vol. Zielig, hè? Dan is het lente en dan ben je zo verkouden. Ja. Voorjaars. Kijk het kindje. Is dat het kindje? Ja. Ben je niet lekker, hè? Nee. Denk zo even doen. Stomme vloggen kijken. Video's kijken. Hè? Het ziet er ook echt zo serieus uit. Kijk. Ja, echt. Ze wil niks anders. Ze wil niet in de box, ze wil niet in een wipstoeltje, ze wil niet met me spelen. Ze wil zo zitten. Maar dan zit ze natuurlijk ook lekker rechtop. Dan kan ze een beetje lucht krijgen. Hé meis, gaan zo je broer en zus halen. Lekker naar buiten. Helpt ook wel een beetje. Dat gaan we ook doen. Rosa en ik gaan Tim en Sanne ophalen. En ze heeft er niet heel veel zin in. Ik hoor net gemopper in de gang. Ze zit in de buggy al. Kijk daar. Steven is er ook. Daarom is ze stil. Ik ga er snel vandoor. We gaan die mis aan ophalen. En ja, voor als je het afvroeg, dat oefenen met gitaar was mijn
hoe noem je dat? Mijn poging tot vloggen. Dus ja. Ik weet niet of er meer dan dat uit moet. Let's just break it down. To you and me uptown. Dancing all around. Till the disco ball pops. Geen weer tijd om eten te maken. Aardappeltjes erop. Witte bonen in tomatensaus. En de rode kool. Ik lust geen witte bonen. Ik maak rode kool voor mezelf. Dat zit mijn haar raar. De knot. Ziet er niet uit. Maar ik zal even laten zien hoe het eten eruit ziet. Hier zijn de aardappeltjes bijna te koken. De witte bonen in tomatensaus. De rode kool is aan het smelten. En de boter in de pan. En daar eten we schnitzels bij. Om het mom van laten zien wat je eet, laat ik weer zien wat ik eet. Steef. Een zigeunerschnitzel, rode kool en aardappeltjes. En de kids hebben witte bonen in tomatensaus, dus ik niet. En Tim heeft ook witte bonen in tomatensaus. Heel smakelijk. Bon appetit. Knettert die voor jou? Ja, die knetter. Nee, kijk. Moet je een hapje nemen? Kijk, deze ding is dus knetter. Knetter je? Ja. En die van Steven is heel klein. Ah, dat is Steven's ijsje. Ah. Maar is wel lekker. En ik heb er ook eentje. Ja, kijk, en wij ook. Allemaal, zo. Dat is hetzelfde. Ja. Hetzelfde. Ik heb nog een grotere. Ja, maar jij was als laatste klaar met eten, hè? Heb je wel het grootste ijsje? Ah, ook twee. Een stuk graan. Mijn mond is een stuk graanbot. Je hebt 10-10 in je mond. Lulke, eigenlijk is het een knetterfeestje. Ja. Hé, echt best wel slim. Dan kan ik deze eitjes ook trakteren op school. Ja. Bij de Albert Heijn. Dit kan ik een goed idee. Mm-hmm. Nou. Niet capsule, nee. Anders. Geen capsule? Nee, gewoon deze moeders capsule. Dat is een heel lekker drankje. Nou. Zo'n pakje, toch? Ja. Nou, ik weet het echt niet meer. Die bomme dingetjes, sommige los met blauw. Ja, alle kleuren hieronder. Ja, en ik wil die ijsjes sorteren. Capricorn. Ik weet het echt niet meer. Deze ding, de landje. Nu de rest van mijn ijsje. Nee? Wil je niet ook knetteren? Ik ben er gek van. Wil je knetter gek van? Wil je te zoet van? Ah. Je kan alleen monster drinken, maar ik kan geen zoete dingen eten. Nee. Mijn ijsje ook knetterde! Nou. Nah. Knet het echt hard. Maar nu heb ik het warm. 1, 2, go! Ik ga dit opeten. Dat is heel hard knetteren. Hoe koel wil je horen? Oh. Niet erg. Kijk, kun je zien wat je doet. En Sanne. Ik knetter hier. Nu Sanne. Je moet je mond openmaken. Maar ik knetter er nog even door. Ja. Het is weer donker. Kindjes zijn weer naar huis. Ik heb ze net naar huis gebracht. En weer een vlog gemonteerd. Nog eentje in de vooruit, zeg maar. Dus voor de... Over 2 dagen zelfs. Dus ik loop een klein beetje voor. En dat is handig. Want woensdag heb ik gewoon niet heel veel tijd om een vlog te doen. Want ik heb jeuk op mijn rug. Ah, jeetje, dan kan je er net niet bij. Ja, zo. Ja, sorry voor dat. Dat is wel handig. Want woensdag heb ik natuurlijk niet heel veel tijd om te editen. Omdat dan het drietal compleet is op de woensdag. En dan doen we altijd wat leuks. Kijken wat we morgen gaan doen.
Even kijken of er een vriendinnetje mee komt, een vriendje mee komt. Ik ga het even beleven morgen. Verder duik mijn bed in. Morgen is weer een vroege dag. Ik begin niet later morgen. Ik begin net zo vroeg als vandaag. Ik ben een pikkel en ik ga Michelle weer naar school brengen, want de fiets is nog steeds niet gemaakt. Ja, dat moet ik ook nog doen. Misschien heb ik er morgen een klein beetje tijd voor de timmers. Misschien helpen als Rosa even wil slapen. Maar nou ja, wishful thinking, want dat gaat hem echt niet worden natuurlijk. Ik klets weer veel te veel. Ik sluit de vlog af. Vond je hem leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneren kan, jullie weten waar. En ik zie jullie allemaal morgen weer. Dankjewel voor het kijken. Slaap lekker. Doei doeg!